Hoi. Hoi. Deze zomer zijn er in het hele land tal van fietstochten waarbij agrarische ondernemers hun deuren openen voor het publiek. De Open Boerderij in Bedrijvendag in Ruinerwold organiseerde voor de 31ste keer een tocht waarbij dit jaar het publiek 6 bedrijven kon bezoeken. Als er veel mensen zijn geweest en als zo de hele dag een beetje mooi doorloopt. Als die mensen er in ieder geval wat van opgestoken hebben, moet de landbouw echt in elkaar zitten en moet echt werken. Dat vind ik altijd mooi. Amsterdam, Haveltum, Meppel, Hogeveen, Nieuw-Leusen, Zwijndrecht, Wittelte. De mensen die hier fietsen vandaag, ze komen eigenlijk overal weg. Je ziet op alle bedrijven ook een intekenlijst. En dit is niet zozeer om het aantal mensen te kunnen tellen, maar vooral voor het bedrijf zelf om na te kunnen gaan waar de visite overal wegkomt. Voor mij de raarste vragen, want dat is voor mij heel doodgewoon. En dan leg je uit van, nou, dat werkt zo. Ik heb vroeger iemand gehad die vroeg hoe de koeien in de melkput kwamen beneden. Ik zei, nou, die koeien blijven daar boven en ik sta hier beneden. Oh, ja, dat is inderdaad wel makkelijk. Waarom blijven de melkkoeien binnen? Want iedereen heeft wel een beeld bij weidegang, zeg maar. Dus dat is wel een veel voorkomende vraag. En natuurlijk wat er leeft op dit moment in de politiek. Daar heb ik mezelf wel voorgenomen om vandaag maar niet in te gaan op die discussie over stikstof en werk voor wat. Daar heb ik vandaag niet zoveel zin aan. De mensen die daarin geïnteresseerd zijn, mogen volgende week zeker weer terugkomen. Ik heb er heus wel een mening over, maar vandaag even niet. Alle protesten ben ik niet zo voor, maar in de zin van protesten wel. Maar zoals vorige week met asbest, en dan denk ik van dat gaat een beetje te ver. Hij is van boerenafkomst, dus wat dat betreft hebben wij toch wel veel begrip voor boeren. Niet voor de harde acties, maar voor de rest hebben wij begrip voor de boeren, heel erg. Alles wordt anders, de regels worden anders. Dus je moet je aanpassen, aan allerlei dingen moet je aanpassen. Dat valt allemaal niet mee. En vooral niet als je boer zijn in de bent. Want ze krijgen steeds meer regels, steeds meer kosten en steeds minder inkomsten. En de voedselvoorziening die moet op peil blijven, dus er zullen toch boeren moeten blijven. Anders dan gaat de voedselvoorziening weg. Dus hoe het opgelost moet worden, ja, dat weet ik ook niet. Ik heb een sticker meegenomen. En waar gaan we die plakken? Dat weet ik nog niet. Daar ga ik een mooi plekje voor uitzoeken.